Hij heeft alleen geen arm. Nee. Het is een arm. Hey kijkers, Michael Sturms. Leuk dat jullie kijken weer naar een nieuwe Build Battle. Vandaag gaan wij weer bouwen. Hey, trouwens, we kunnen drie dingen doen. Of we kiezen de Pokémon Golem, of we kiezen Golem van Lord of the Rings, of we kiezen een... Golem is gewoon een soort van... Ja, robotachtig ding van steen of zo. You sure? Ja. Want je hebt ook de Pokémon Golem, hè? Zal ik eens kijken? Iron Golem. Ik ga nu kijken wat erin staat. Als ik Golem invul op Google, wat ik krijg. Ik weet niet wat een Pokémon Golem is. Is dat gewoon een Pokémon genaamd Golem? Ja, Golem. Ah. Ja, oh ja, ik krijg dus een steen Golem inderdaad. Het is of een steenmonster of het is Pokémon Golem. Dus we moeten kiezen, we moeten keuzes maken. Wat wordt het? Beide. Beide. Dus ik mag die andere gaan bouwen? Ja, prima. Oké. Shit, heb ik wel even een plaatje erbij hebben. Mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Build Battle. Dit is echt leuk gewoon. Dit hebben we echt weer heel goed gedaan, maar niet heus. Oké, hij heeft... Oké, ik ga even kijken. Ik ga met clay bouwen. Vind je dat goed? Ja, voor deze keer. Oké, hij heeft een beetje deze kleur. Of misschien deze. Ik ga gewoon deze doen. Ik heb geen idee hoe die eruit ziet. Dus en dan een beetje groenig met bruine omleidingen. Oké, ik ga gewoon mijn best doen. Ja, niet lachen als het fout is. Nee, zal ik niet doen. Oké, jij bent daar nodig. Ik ga gewoon echt een miniatuur plaatje maken van hem, hoor. Ja, Ik ga gewoon mijn best doen. Niet boos worden. Niet huilen. Mm. Jij bent daar bezig met de andere golem. Ik ben met deze golem bezig. In ieder geval, we moeten even nagels hebben. Niet te veel detail, hè. Nee, maar ik mag toch gewoon een slap voor nagels? Wel, maar kijk dan hier, krijg je... kijk hier, bam. Dan heb je minder tijd, laat ik het zo zeggen. Nee, maar kijk hoe detail kan het altijd ziet. Nog. Oh, die is dat. Ik weet nu welke het is. Een bruine ding. Yeah. Wat lijkt op een ronde bal. En ik zie het nu al, hè? Oh, echt? In mijn ding? Ik wist niet dat hij er zo heette. Ja, tuurlijk. Ja, ik ben niet zo van de Pokémon kennis. Oh, dat heb ik dan wel weer door. Hashtag blame Giel. Even kijken. Ik ben even aan het kijken of dit een beetje lijkt op wat ik wil. Druk alvast even op het duimpje omhoog, ze super awesome zijn. Ondertussen gaan wij gewoon lekker bezig met het bouwen van deze golem. Of ben ik bezig met het bouwen van golem. Op zich, dit is wel prima eigenlijk, vind ik zo. Volgens mij, ik twijfel of zijn voeten te ver zijn. Hij heeft ook van die rare hoortjes? Of niet? Nee. Dat is een andere. Nee. Zijn hoofd zit vast in die bal. Wat vind je van dit, Giel? Dan heb ik een heel ander Pokémon in mijn gedachten. Giel? Ja, ik weet niet hoe hij eruit ziet. Je hebt toch google.nl? Ja, ik ben aan het bouwen.nl. Ja, maar je kan toch wel googlen en bouwen.be? Nee, want ik kan niet multitasken.de. Nice. Gaat weer goed dus. Even kijken. Vier minuten remaining. Dan. Op zich, ik vind hem er nog helemaal niet zo gek uitzien. Ik hoop dat hij goed is. Even kijken. Nou, in ieder geval mensen, laat even in de reacties achter wat jullie zouden bouwen. Maar het eerste wat bij mij naar binnen kwam was Pokémon, dus... Oh, het is gewoon dus eigenlijk een soort van schildpad, maar dan in een bal. Yeah. Oké, dan heb ik de goede gevonden. Oké, maar dan moet je me wel zo helpen hier, hè? Want dit is nogal best een pittig klusje. Oké, ik ga even de golem maken. Oh, maar je gaat me wel helpen? Ja, als ik hem af heb. Oké, nice. Oh, deze hier, zo. Uitbreiden, dan hier omhoog. Zo. Oh, ik hoop dat ik het goed doe, anders ben ik zo de pineut. Ja, echt, ik meen het serieus. Dit is pittig lastig. Maar gaan mensen die kennen, denk je? Ik ken tuurlijk. Hem niet. Ja, maar... Iedereen speelt toch nu Pokémon? Kom op, als iemand zegt van... Hey, die ken ik niet, hoor! Ja, dan moet je ook je Pokémon Go installeren, vind ik. Oké, dan ga ik dat dadelijk doen, ja? Oh, echt? Ja, weet je het echt niet? Jij bent echt een noob. Ja, weet je, ik vind het super leuk, maar ik ken al die namen gewoon nog niet omhoog. Oh, ik ken aardig wat, maar niet van die grote dingen. Hier nog. Maar ik heb Pokémon gespeeld, moet nagaan. Ik ben bezig met die ronding ervan, die is nog best moeilijk. Ja, je hebt Pokémon op de Game Boy gespeeld, zeker. Ja, mijn oude blauwe Game Boy. Oh, Giel, dit is echt pittig lastig. Ik weet gewoon niet wat ik meer moet doen. Ik ben helemaal de tel kwijt. Oh, ik ben echt je hulp nodig. Ik ben echt bang dat ding gewoon niet symmetrisch is straks. Dat hoeft ook niet. Als het maar mooi is. Oh, ik ben echt gewoon een beetje aan het puzzelen, hoor. Hout. Kom maar, ik ga gewoon omhoog nu.
Wat vind je ervan? Ik weet niet wat ik anders moet doen hoor. Ik ben echt helemaal de tel kwijt. Op zijn been moet hij 2 omhoog. Hoe heb ik dit nog weer gedaan? Kijk, Jan Golem ziet tenminste ergens naar uit. Mijne niet. Nog niet. Hier 2 omhoog. Kom maar. Dan heb ik daar... Oh, verrek, dat klopt ook nog. Hoe heb ik dat nou weer gedaan? Oké, het moet rond lijken aan de voorkant. Als jij nou aan de voorkant hem rond maakt bij mij... Ja, ik kom eraan. Ja? Ik wil even deze afmaken, gauw. Ik word helemaal weer peuveu van dat liedje! Kap! Stop! Heb je de muziek aan? Ja, ik hoor je... Dat is de hele tijd wat ik hoor. Is toch spannend? Wat heb ik nou weer anders gedaan dan daar? Oh, verrekt. Er zitten hier nog 2 aan de buitenkant. En nog een 3rd ook. Oké, laten we hem zo naar binnen lopen dan. Zo. Oh, zo. Giel, je moet die echt helpen. Anders wat moet ik doen? De voorkant moet een beetje ronder zijn. Er moet gewoon... Hier moet 1 hele grote ronde bal van gemaakt nu worden. Oké, dan moeten we wel iets dichter gaan maken. Want we hebben nog maar 1 minuut. Oh. Dan is hij wel niet symmetrisch. Dat maakt niet uit. Oké, ik maak een hoofd op hem. Als jij hem er rondomheen maakt, stop hier. Ja, ik maak hier zijn hoofd. Die komt uit het schild, toch? Ja, kijk waar ik nu mee bezig ben. Ah, dit is wel stress. Kan je hier gewoon een rondje omheen bouwen? Het maakt niet uit hoe je hem maakt, maar als er maar een rondje omheen zit. Ik ga het proberen. Oh my god, dan hebben we gewoon 2 golems, hè, dude. Waarom? Dit is echt totaal geen hoofdvorm. Hij lijkt er wel op. Hoe heb ik dit nou weer gemaakt? dat is een goede vraag. Oké, ogen erin. Klee, rode klee. Dat is toch grappig ook. Ik weet het anders niet. Ik weet het niet. Ik vind hem wel vet. Hij heeft alleen geen adem. Nee. Dit is een Iron Golem. Dit is een Iron Golem. Dat is wel leuk, maar ik vind hem niet origineel. Want ja, ik geef hem een ok. Het is wel een ok, ja. Nou, we hebben ons best gedaan. Wat is dit nou weer dan? Oh, zie je? Golem van Lord of the Rings. Oh, deze is cool. Maar het lijkt erop dat hij gejat is. Ja, denk het zo. Ik geef hem een goed. Oh, goed. Oeh, net op tijd goed. Oh nee, shit, ik heb hem een epic gegeven zelfs. Deze is wel goed. Ja, ik heb een ok. Ik geef deze een goed. Ik vind hem... Ja, maar heeft maar 1 iemand aan gewerkt? Nou, dit is een superpoep. Dat is niet af. Ook gewoon helemaal van iron en het hoofd nog scheef. Wat is dan je bedoeling? Wat denkt zo iemand? Kijk, hij heeft ook een stone golem. Dit is leuk, ik geef hem een ok. Ik doe hem goed, want dit is ook een mooie berg. Oké, ik heb goed gedaan. Ja, hij hoeft niet te luisteren. Dat is een snow golem. Snowman, dat is helemaal geen golem. Nee. Ja, of een snow golem. Ik kreeg hem ook. Hij is goed bezig geweest. Ja, maar... moet een beetje aardig blijven. Nog een snow golem. Zit ze naast elkaar of zo? Zijn buren, denk ik. Ja, zijn buren. Oh ja, ik zie het. Hier. Toch? Nee, dat is de buitenkant. Ah, ja. Kijk, onder maar wel ok. Hij heeft wel groot gemaakt, ja, op zich. Ja, maar weer ok. Het is zo'n vierkant, joh. Maar zijn hoofd zit wel scheef. Dat snap ik niet. Heb je zo'n groot iets en dan kan je hem niet symmetrisch maken. Oh, deze is leuk. Te klein hetzelfde, vind ik. Ik geef hem een ok. Leuk, maar ik vind hem niet te klein. Hij is leuk bedacht. Deze van ons. Kijk, dikke Pokémon Battle tegen een Stone Golem. Dit is toch wel 2 gebouwen. Ja. Mensen zullen echt denken, wat de fuck is dat voor stom creatieding daar op de grond. Yep. Maar dat is mijn golem, oké? Okay? Gewoon een voetbal. Ja. Ok. Ja. Oh! GG! Maar we hebben wel gewonnen met die golem! Nice! Mensen, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Build Battle. Vond je het leuk? Druk op het duimpje omhoog. Vergeet het abonneren op mijn kanaal als turns. Mocht je dat gaan, ben je superheld. Zeg tegen jullie mensen, tot de volgende keer natuurlijk. En ciao!